Mijn opa, die was medicijnman. Ja? En die kent alle bladeren. Hij kent gewoon de medicinale krachten van de bladeren. Dus die wij hier hebben, kruiden en dergelijke, weet je. En op die manier ben ik dus eigenlijk meer geïnteresseerd geraakt. En om me meer te gaan verdiepen in de natuurlijke geneeskunde. Gehoord van baardolie? Een gedurfde Surinamer heeft dit en andere producten ontwikkeld met kennis verkregen van zijn voorouders. Cold Press vervaardigt medicinale oliën, salvias, thee, kruiden en nog veel meer. Nou, ik heb net de bus gepakt vanuit Para naar de stad toe om labels te komen halen, ja, die ik op mijn potjes moet plakken. Zodat ik mijn bestelling kan afleveren bij Ali's Drugstore. Want daar ga ik nu naartoe. Dus ik ga weer de bus pakken om naar Ali's Drugstore toe te gaan. We maken oliën, we maken salvias en we hebben herbal teas, dus kruidentheetjes. En we hebben ook poedersoorten zoals Podocyri poeder en de Kalonji poeder. Nou, als u aan Kalonji denkt, dat is dan black seed, hè, zwart zaad, ook wel bekend als Afrikaan Kalonji. En dat is dit zaad. Hiervan wordt dus de olie geperst. Ja, die gaan we in een handmatige pers zetten, wordt dan uitgedraaid en dan krijg je olie eruit, maar ook de poeder. Oké, en wat doe je met die poeder? Waarvoor is die poeder? Nou, de poeder die kan je gewoon in smoothies plaatsen. Dus poeder kan je gebruiken in heel veel producten kan je de poeder gebruiken. Maar het is gewoon goed voor je lichaam. Het zorgt ervoor dat heel veel antistoffen uit je lichaam verdwijnen. Ja, dus afvalstoffen dan, sorry. Mm-hmm. En het zorgt ervoor dat jij je gewoon optimaal gaat voelen daarna. De olie die is meer voor de huid. Als je psoriasis hebt of eczeem, ja, smeer je de olie erop. Binnen 3 dagen heb je dan geen last meer van die aandoening. Mijn achtergrond eigenlijk is gewoon ondernemen. Ja? Maar sinds ik hier in Suriname ben, heb ik gewoon op een aantal verschillende plekken gewerkt. Ja? Net als hier in Ali's Drugstore waar we nu staan. En eigenlijk vanuit deze plek is het gegroeid, is Cold Press gegroeid tot wat het nu is geworden. Dus vanuit hier ben ik eigenlijk geïnspireerd geraakt om te doen wat we nu doen. En hoe ben je geïnspireerd geraakt? Nou, als je om je heen kijkt in deze winkel. Ja? Als je om je heen kijkt in deze winkel, dan zie je dat je heel veel natuurlijke producten hebt. Ja? En vooral alles is hier in Suriname gemaakt. Ik ben in contact gekomen met Ali's Drugstore, ik heb hier gewerkt. En ik heb rondgelopen. En dat is me toen, het heeft me geraakt, wat ik toen heb gezien. Weet je? Surinaamse producten, maar gewoon kruiden. Eigenlijk heel simpel en heel makkelijk. Het leven als ondernemer is niet altijd makkelijk natuurlijk. Ja? Je doet alles zelf, dus je hebt niemand die dingen voor jou regelt. Ja, normaal heb je een baas of een manager die alles voor jou klaarzet. Jij komt binnenlopen, je kan dat en dat doen. Maar nu moet je dat voor jezelf gaan regelen. Dus je moet zorgen dat je verpakkingen hebt, je moet zorgen dat je labels hebt. Je moet zorgen dat er gemarket wordt. Hè? Je moet zorgen dat je spullen op bepaalde plekken terechtkomen. Dat moet je allemaal zelf doen en dat is best wel moeilijk. Maar zolang je de wilskracht hebt en een beetje doorzettingsvermogen, dan kom je er wel. Ja. Maar het leven als een ondernemer, het is niet makkelijk. Het is een risicovol vak, zoals iedereen dat wel weet. Of ik offers heb moeten brengen, ja natuurlijk. Iedereen die onderneemt moet wel offers brengen. En de offers van mij, die zijn dat ik natuurlijk niet veel feest. Ja? Dus ik ga niet uit, ik hang niet echt veel met vrienden. Maar ik ben 100% bezig met mijn business. En als ik dat heb voltooid, of tot voltooiing heb gebracht, zoals ik dat wil. Dan kan ik weer een andere prioriteit stellen, dus wat meer lol gaan maken of weet je. Maar je moet offers brengen, wil je gaan ondernemen om iets te bereiken. Nou, mijn dagbesteding is eigenlijk is uiteenlopend. Dus als je gaat kijken naar, in de ochtend sta ik op, misschien rond een uur of
half zeven. Ja? En dan ga ik voor mezelf al beginnen te plannen wat ik die dag moet gaan doen. Dus de bestellingen van de vorige dag doornemen en dat dan doorgeven aan het productieteam. Op het moment dat ik het aan het productieteam heb doorgegeven, ga ik naar het productieteam toe, de spullen ophalen en dan zorgen dat alles goed verpakt is, zorgen dat alles gelabeld is. En dan kan ik gaan leveren. Stel je voor dat ik in de stad kom, we hebben geen labels, we hebben bijvoorbeeld geen verpakkingen, dan ga ik dat allemaal ophalen. Breng ik dat dan weer terug om te komen leveren. En ja, zo ziet mijn dag er een beetje uit, als ik dat dan zo mag zeggen. Ja, het is best wel een hele drukke dag, want je moet steeds heen en weer gaan. En je bent continu bezig met je bedrijf. Sociaal leven dan? Sociaal leven, dat heb ik niet echt, moet ik zeggen. Moet ik eerlijk zeggen, nou, sociaal leven heb ik niet echt. Maar ik zorg ervoor dat ik genoeg ontspanning heb en genoeg chill. Zoals bij mijn neef, ja, we chillen. We praten veel en soms komen er dan gewoon vrienden van de buurt of jongens uit de buurt bij. En dan zijn we gewoon aan het praten, ook vooral over vooruitgang. Het is eigenlijk belangrijk om te weten wat we willen doen in de toekomst. Weet je? En daar zijn we meer mee bezig. Daar ben ik op dit moment veel meer mee bezig dan dat ik gewoon voor dag, weet je, aan het kijken ben. Alleen maar lol hebben, dat doe ik niet. Is ook niet nodig. Onze producten die zijn 100% natuurlijk. Er worden geen chemicaliën bij gebruikt en we zorgen dat we hoge kwaliteit leveren. En dat is het verschil tussen onze producten en die van anderen. We hebben het eigenlijk een uiteenlopend assortiment. Dus als je gaat kijken naar de producten die wij leveren, we hebben voor inwendig gebruik, medicinaal inwendig gebruik, maar natuurlijk ook voor uitwendig. Dus als je bijvoorbeeld huidproblemen hebt, hoofdhuidproblemen, hebben wij wel een middeltje voor die daartegen helpt. Maar heb je bijvoorbeeld last van buikpijn, noem maar op, stoffen, pollen, allergieën, hebben wij ook wel een middeltje voor. En het is gewoon puur natuurlijk. Want alles komt natuurlijk uit de natuur. En dan wordt het synthetisch gemaakt. En die farmaceutische bedrijven die maken er dan pilletjes van. Maar niet met de natuurlijke stoffen, maar met synthetische stoffen. Maar wij gebruiken gewoon de natuurlijke stoffen daarvoor. Dus dan heb je natuurlijk een 100% goed product. Jullie hebben een product die we niet eerder hebben gezien bij een ander bedrijf, namelijk die baardolie. Ja. Wat is, hoe ben je daarop gekomen? Nou kijk, ja, ik ben zelf natuurlijk ook een man, ik scheer, hè, ook, dus soms krijg je stoppels, hè, als je gaat scheren met een scheermesje. Krijg je stoppels, soms hele hinderlijke jeuk. En ja, we zijn gaan zitten denken, ik heb gezeten en ik dacht van, bij mezelf van, nee, daar moet je iets aan doen. Want het kan heel erg irritant zijn, echt heel erg jeuken. En dan kan je jezelf ook openkrabben. Nou, toen hebben we gedacht van, als je als we bepaalde producten gaan samenvoegen, olieën samenvoegen die een goede werking hebben op de huid, dan kunnen we misschien iets maken die goed is voor die de baard stoppels tegengaat, dus en irritatie. En tot nu toe werkt het heel goed. Het is dus alleen voor mannen? Het is niet alleen voor mannen, het is voor iedereen die scheert. Toch? Vrouwen scheren ook, dus je kan het ook natuurlijk op de plekken aanbrengen waar de vrouwen scheren. Maar het is voornamelijk voor de baard van de man. Nou, dit is een koud pers. Ja. Zoals jullie net zagen, werd net een vlammetje aangemaakt. Dat is gewoon om de buis te verhitten. Ja? Zodat wanneer de olie geperst wordt, hij niet in de buis blijft plakken. Ja? Dan wordt hij koud geperst en dan komt hij in het bakje terecht. Maar dat zien jullie dan zo meteen. Voordat je eigenlijk kan gaan persen, moet je zorgen dat de buis goed heet is. Ja, dat is het enige. Dus je moet hem voor laten verwarmen. En wanneer het goed heet is, dus goed warm, dan pas kan je beginnen met persen. Zodat het gewoon soepel perst. En heel soepel de olie ook loslaat van de zaden. Hoe lang duurt het bij Manita voordat hij heet genoeg is? Het duurt ongeveer 5 tot 10 minuutjes voordat hij goed heet is. Nu dat de pers, de koudpers heet is, worden de zaden in de pers geschonken, ja. Totdat de trechter goed vol zit en dan gaat
nu geperst worden. Nou, en nu de trechter vol is, kan het dus gedraaid worden. En aan de hand daarvan gaat de schroef draaien en de pers die, dus die zaden tegen elkaar aan. Waardoor hij zo meteen de olie gaat lekken in het midden in het potje. En dan krijg je koud geperste olie. Dus kom de naam koud pers vandaan. Ja. Voor startende ondernemers of andere producenten heb ik één ding wat ik ze sowieso mee wil geven, is dat je standvastig moet zijn in hetgeen wat je doet. Niet te veel luisteren naar de mensen om je heen, ja? Want die kunnen je van je stuk halen. En het is belangrijk gewoon dat je weet wat je wilt. Het is belangrijk te weten wat je wilt en er altijd voor gaan. Niet te veel twijfelen en gewoon doen. Het is belangrijker te doen. Als je zegt je gaat het proberen, dan twijfel je meestal.